In Dordrecht zijn omgerekend al zo'n 7500 woningen aangesloten op het warmtenet en daarmee al aardgasvrij. Komende jaren komen daar nog eens 10.000 woningen bij. En ook andere gemeenten sluiten zich aan. Warmte is verbinden. En de komende jaren wordt er gewerkt aan een omvangrijk netwerk dat alle Drechtsteden gemeenten met elkaar verbindt en woningen van duurzame warmte voorziet. Vanaf 2018 zijn er in Sliedrecht eerst al diverse buurten aangesloten op het warmtenet. En er is een hoofdtransportleiding door het dorp aangelegd. En als in 2024 de leiding onder de Merwede is aangelegd, kan ook daar duurzame warmte uit de slipverwerking worden geleverd. We zijn hier in Dordrecht bij de installatie van HBC, waar ook de slipverwerkingsinstallatie staat. Van daaruit komt er een leidingstelsel richting de parkeerplaats. Daar start de boring onder de Merwede door. Nou, dat wordt nog een flinke klus richting Sliedrecht. En daar fietsen we nu even naartoe. Ja, en dan stopt die boring hier, wordt die verankerd en dan sluit hem daar aan op het warmtenet in Sliedrecht, dat er al ligt. In Hendrik Ido Ambacht zijn vanaf 2020 al honderden woningen aangesloten op het warmtenet. En ook in Papendrecht en Zwijndrecht zijn woningen al aangesloten op een tijdelijke warmtecentrale. Deze zomer volgen daar nog meer woningen. In Alblasserdam en Hardingsveld-Giessendam onderzoeken we de haalbaarheid van een warmtenet en of dit de beste oplossing is. Ja, eigenlijk staat deze verbinding symbool voor de verbinding die we in de Drechtsteden maken. De verbinding tussen de gemeentes, de verbinding tussen de woningcorporaties. Namens HWC zijn we heel intensief in contact met deze partijen, maar ook met de provincie, met de waterschappen, met de netbeheerders, om uiteindelijk die grote opgave te maken. Dus het gaat niet alleen over de verbinding tussen twee duurzame bronnen, het gaat ook over de verbinding om de opgave te gaan realiseren. De vraag naar aansluitingen op een warmtenet zal alleen maar groter worden. En dus zijn er ook meer duurzame warmtebronnen nodig. Die worden gebouwd op verschillende plekken in de regio om zo iedereen van duurzame warmte te kunnen voorzien. Zo wordt straks aardwarmte opgepompt in Sliedrecht en wordt in Hendrik Ido Ambacht onderzocht of we rivierwater slimmer kunnen gebruiken. Ondertussen wordt overal volop doorgewerkt met de aanleg van nieuwe leidingen om de warmte op de juiste plekken te krijgen. Sinds 2018 werken er in de Drechtsteden zo'n 35 organisaties samen om in 2050 energie-neutraal te zijn. Nou, waar ik echt trots op ben, is dat wij in de Drechtsteden bezig zijn met het warmtenet. In Sliedrecht ligt heel de backbone al inmiddels in de grond. En daar kunnen we echt stappen mee maken. En ook de volgende plaatsen dienen zich aan en gaan we mee aan de slag. Maar we zijn er nog niet. We staan met z'n allen voor een flinke uitdaging. Hoe ontwikkelt het draagvlak voor warmtenetten zich? En zijn er genoeg handen om de transitie te dragen? Het is een uitdaging. Maar één ding weten we zeker. De Drechtsteden gaan er samen voor. We zien de kansen en grijpen die kansen. We doen het gewoon. Voor de Drechtsteden. Voor de toekomst. Slim. Samen. Vooruit.